vliegt nu in de PAL V. Dat is een voertuig dat kan vliegen en op de weg kan rijden. Ja, dat klinkt heel futuristisch, maar het bestaat al. Want hier beneden in Raamsdonkveer staat een werkend prototype. En dat is het enige prototype dat we hebben op de wereld. Ik ga er een beetje gas op geven, want daar ben ik wel van. Wij noemen het een PAL-V. Dat staat voor Personal Air and Land Vehicle. En dat is precies wat het doet. Je kan ermee op het land rijden, je kan ermee in de lucht vliegen. Je ziet aan de bovenkant zie je een rotor. En daarom denkt iedereen dat is een helikopter. Ja. Maar eigenlijk die rotor is een draaiende vleugel. Dus die rotor wordt niet rondgedraaid door een motor. Ja. Die draait door de wind. Mm-hmm. En dat maakt hem ook heel veilig. Want mocht de motor uitvallen, dan is dat nog steeds je parachute. En je landt hem dus echt gewoon zoals een parachutist landt. Ja, officieel mag je niet harder dan 180. Echt waar? Maar je kan iets harder inderdaad. Beetje naar achter trekken. Ja, heel goed. Blijf naar het einde van de baan kijken, links. Een beetje naar links, hè? Oh. Nou, niet gaan zeggen van de vrouw achter het stuur, hè, want niet eerlijk. Oh. Ja, heel mooi. Perfecte landing. Ben je geslaagd? Ja. God. Goed, nou. Stap maar in de echte. Kan nou nog maar één persoon in, maar straks moeten er twee in kunnen, geloof ik, hè? Ja. Dit is ons proof of concept, het testapparaat waarmee we de hele ontwikkeling gedaan hebben van de techniek. Maar ook van hoe certificeer je hem binnen bestaande regelgeving. Je ontwerpt erop en je moet daarna bewijzen dat je de juiste testen gedaan hebt, dat de uitkomst goed is en dat alles functioneert zoals het moet. Bijvoorbeeld die propeller die moet ingeklapt zijn als je de weg op gaat. Dat soort, ja, dat soort op de weg. Bijvoorbeeld het voertuig in een driewielregelgeving mag niet langer zijn dan 4 meter. Er mogen op bepaalde manieren geen dingen uitsteken, daar moet je allemaal aan voldoen. Eind 2018 plannen wij nu de eerste sleutels aan klanten te geven. En dat zijn klanten die hem nu al deels betaald hebben, die nu al aan het lessen zijn. Het is de veiligste en de makkelijkste manier om piloot te worden. Dus als je dat ooit nog eens gewild had, nu is je kans. En dan is het ook nog heel bruikbaar voor je mobiliteit. Dus ja, prachtig apparaat. Ik zie het wegwezen hier. Ja.